Hallo mensen van Hoe gaat het? Ik ben Tom en vandaag weer een nieuwe mailtijd. Rino heeft het de vorige keer al uitgelegd. We hebben dus zondag dus alleen de mailtijd. Dus ik ga vandaag weer mailtjes behandelen. Hartstikke leuk. En feedback geven. Dus laten we meteen beginnen. Nou, de eerste is van Tim Krinkels. Die zegt, beste lieden, leden van Hoe gaat dat? Ik kijk al enige tijd jullie filmpjes en heb er heel veel van geleerd. De mailtijd filmpjes vind ik erg leuk. Daarom stuur ik ook nog wat in. Even kijken hoor. Ik ben 17 jaar geworden met vormgeving en bio. Ik werk bij Domino Pizza's. Facebookpagina. Oké, dus hij werkt bij Domino Pizza's, maar hij is ook een media vormgever. Dus hij heeft deze twee designs gemaakt, waarschijnlijk dus voor de Facebookpagina. Laten we even kijken. Oké, de eerste heet cheesebites.pdf. Even kijken hoor. Ziet er heel cool uit. Ik vind het ook direct erbij passen. Ik weet niet wat jij nou precies hiervan hebt gedesigned. Ik denk dat ik ga ervan uit dat je dit erbij en dit ook zelf hebt gedesigned. En dit ook. Dus eigenlijk alleen het logo en die achtergrond erbij gedaan. Als dat zo is, dan heb je goed gekeken naar de kleurstelling. En de stijl past er ook heel goed bij, vind ik. Dus over het algemeen, ja, top. Dus ja, ik heb eigenlijk niet veel aan te merken. Het is misschien nog wel een beetje leeg. Als in dat dit staat helemaal bovenaan opgepropt met z'n drieën. Met drie dingen dus. En hier staat dan één grote korting. En dat vind ik wel netjes, dat dit een beetje vrij staat. En dit is misschien nog iets te veel propperig. Maar ja, voor de rest ziet het heel goed uit. En dan ga ik ook nog even kijken naar de andere. Die is stuntweek.pdf. Oké, hier vind ik de stijl minder passen bij domino's. Ik zou opletten op die kleurstellingen. Dat dit lastig te lezen is. En de achtergrond past er ook niet helemaal bij voor mijn gevoel. Het is een beetje een stoere achtergrond. Terwijl het misschien juist meer wat pizza-stijl moet zijn. Zoals deze cheese bites. Dit past al veel meer bij Domino's Pizza voor mijn gevoel. Wat lichtere kleurstellingen zijn. En het is ook echt pizza. En bij deze is het dus die grungy achtergrond wat ik iets minder vind. En ook deze tekst, dat tot 2 uur. Dat is toch niet echt fijn dat dat zo schuin staat. Maar voor de rest wel cool. Ik zou meer in de, in de kleurstellingen houden van Domino's Pizza. Dus net zoals je bij die andere hebt gedaan, de kleuren pakken van de huisstijl, dan past het ook er meer bij. Ik zou de achtergrond misschien veranderen. En deze tekst zou ik ook wat voor kijken of je dat duidelijker kan maken. Maar voor de rest, ik vind het hartstikke cool dat je dit doet. Nou, het volgende mailtje is van Melchior. En die stuurt dus, hoi, hoe gaat het? Misschien kent Rino of Joey mij nog. Ik ken je niet, maar misschien kennen zij wel. Omdat mijn kleine neefje ooit de cover had gescheurd van mijn Blu-ray van de film Die Hard with a Vengeance. Als je dat zo uitspreekt, heb ik er uiteindelijk zelf eentje gemaakt in Photoshop. Dat vind ik dus cool om te horen, hè? Dat je dan zelf initiatief neemt om gewoon een nieuw designtje te maken. Dat is altijd cool, zelf initiatief nemen. En dit is zijn cover. Ja, het ziet er heel cool uit. Je hebt echt gelet op details, dat kan je echt zien. En dit soort dingetjes past gewoon echt bij een DVD, weet je wel. Als ik het niet zou weten, dan zie je ook echt dat dit een DVD-cover is. Dus dat is tof. Je hebt goed gelet dus op de elementen en de plaatsen. Van de items. Dit past echt heel goed onder. En die logotjes is natuurlijk helpt erbij. Nou, linksboven een coverfoto. Daaronder nog van die screenshotjes. Ik weet niet in hoeverre je die layout zelf hebt verzonnen. Maar als je dat wel hebt gedaan, dan heb je het heel goed verzonnen. Want dit is echt een soort van standaard DVD layoutje. Waardoor dat het dus heel erg realistisch lijkt. En als je iets realistisch kan namaken, dan is dat wel een handige skill om te hebben. Misschien zou ik nog iets doen aan deze tekst dat het iets leesbaarder is of zo. Iets met die achtergrond doen. Maar ja, voor de rest ziet het er gewoon heel cool uit. Blijf vooral zo doorgaan en zo blijven denken is gewoon heel goed. Als er iets weg is of iets kapot is of weet ik veel, maak het gewoon zelf en probeer zelf dingen te verzinnen om jezelf aan het werk te zetten. En dat is heel cool dat je dat hebt gedaan. Nou, het volgende mailtje is van Marshall Jansen. En die zegt, hey, hoe gaat dat? Ik ben Marshall en ben 15 jaar. Ik heb een banner gemaakt voor mijn kanaal, Marshall Stylinson. Wordt een One Direction lifestyle kanaal. Ik zou jullie feedback willen even kijken hoor. Ja, ik vind de stijl heel erg cool. Het is echt een beetje, hoe noem je dat nou? Een soort van schatkaartachtig. Ik zou nog niet per se zeggen dat het bij One Direction hoort. Wel een beetje
lifestyle-achtig. Dus dat heb je er wel goed in verwerkt. Het ziet er over het algemeen dus goed uit. Ik zou nog letten op dit soort dingetjes. Dat je dit touw wit maakt. En deze hou je dan transparant. Maar dit lijkt mij ook een touw. Dus dan zou ik die ook wit maken. Of die middelste transparant maken. Wat je er ook nog in zou kunnen verwerken is misschien uploaddatums of uploadtijden als je die hebt. Dat is wel fijn voor je kijkers om dat te weten. Hij is ook niet echt persoonlijk. Dus je kan hem misschien nog persoonlijker maken als je dat wil. Als het een beetje een persoonlijk kanaal is. Stel, er zijn meerdere mensen op het kanaal. Dan kan je dat een beetje laten varen. Maar stel, je bent dus in je eentje. Dan zou ik het dus wel iets persoonlijker maken als dit. Maar voor de rest ziet het dus heel tof uit. Ik hou wel van deze stijl. Het volgende mailtje is van Stan. Die zegt, hallo, hoe gaat het? Jullie kanaal is echt tof. Wat vind je van mijn banner en logo? Nou, Stan, sorry, maar je moet me toch echt iets meer context geven. Want ik weet niet precies wat je doet. Dus ik kan wel even op het kanaal kijken. Maar er staan ook geen video's op. Dus het is heel lastig om hier feedback op te geven. Aangezien ik niet weet wat je doet, kan ik ook niet oordelen of die stijl daar goed bij past. Het volgende mailtje is van Jorgie. En die zegt, hallo jongens, van hoe gaat dat? Ten eerste wil ik even kwijt dat ik jullie te gek vind. Jullie zijn voor mij de inspiratie geweest om te beginnen met Photoshop, After Effects, etc. En daar wil ik jullie echt voor bedanken. Nou, dat is echt heel erg tof om te horen. Het is gewoon altijd leuk om even te horen te krijgen dat we mensen inspireren. Oké, hij heeft dus een banner en een logo opgestuurd, zegt hij. Oké. Dit is de banner. Oké. Nou, wat je goed hebt gedaan is dat het persoonlijk is. We zien duidelijk dat jij Jorgie bent. En we zien ook dat jij elke 3 dagen een video hebt. Ik weet niet of het de bedoeling is, maar het lijkt nu net of je geen handen hebt. En hier rechts ook niet. Dat het af is gesneden. Daar zou ik wel op letten. Zorg dat je dit gewoon nog wel een elleboog hebt. En als je foto niet hier is afgeknipt, maak dan gewoon een nieuwe foto. Waar je handen wel op staan. Voor de rest, ik zou dit lettertype, ik vind het op zich wel cool, maar het is nog lastig om hier Jorgie uit te halen. Ik weet dat het er staat, maar omdat jouw hoofd voor de I zit, zie je niet meer dat de Jorgie staat, maar er kan ook Jorge staan. Ik zou ook nog een beetje letten op de kleurstellingen. Dat het wat, bijvoorbeeld dit Every 3 Days een video. Het is prima als je deze dan zwart houdt, maar pak dan de achtergrond wat dit een beetje uit laat springen. Want dit is nu alweer wat lastiger te lezen op een wat donkerder achtergrond. Ook die elementjes, dit zijn een soort van lens flares. Ik zou erop letten dat je dat staat wel heel snel druk. Vooral deze. Misschien kan je daar ook nog wel een lens flare pakken, maar gewoon iets wat rustiger uitstraling. Want het is, ik vind, voor mij is het nu wel heel erg druk. Maar het opzetje is cool en persoonlijkheid is cool. Dus je bent goed op weg. Het volgende mailtje is van Simon. En die zegt, hallo, hoe gaat dat, lid? Ik ben Simon Bakker, 13 jaar en heb een banner en avatar voor mijn gamekanaal gemaakt. Oké, dat is wel heel cool dat je zo jong alweer begint. Het lijkt wel alsof de leeftijd steeds jonger wordt. Dus we gaan even kijken. Hij heeft dus een, wat is het? Een banner of een avatar? Banner en avatar. Oké, gaan we even kijken wat het is. Oké. Nou, het is dus een S van Simon. En met allemaal van die elementjes erin. Ik vind het er heel cool uitzien. Ik hou hier wel van. YouTube gebruikt het zelf ook vaak. En ja, ik vind het wel cool dat je dan echt iets persoonlijks kan maken wat bij jou hoort, weet je wel. Allemaal elementjes pakken wat bij jou past. En die achtergrond is ook heel cool. Ja, ik vind het er eigenlijk heel cool uitzien. Voor een avatar zou ik dit minder geschikt vinden. Want als je het heel klein bekijkt, zoals je ziet, ik heb nu even uitgezoomd, dan zie je dat het er heel erg slordig een beetje gaat lijken. Dus ik zou het voor een banner kan je het wel gebruiken. En voor een banner is het dus ook heel cool. En misschien moet je nog kijken naar wat andere achtergronden. Want wat nu wel een beetje bij mij zo is, dat dit zijn allemaal, is een beetje die, hoe noem je dat? Geometric design. En dit is weer wat meer gewoon flat. En op zich past dat wel goed bij elkaar. Maar ik zou het ook wel cool vinden als je het een beetje op een andere achtergrond probeert. Kijk hoe dat staat. Maar voor de rest dus heel tof. Ik hou wel van deze stijl. En het volgende mailtje is van Tim de Groot. Die zegt, hoi, hoe gaat dat? Mijn naam is Tim. Ik ben al zo'n 2 jaar bezig met designen. In de bijlage vind je een simpel ontwerp van een music design. Zouden jullie hier feedback op willen geven? Nou, ik ga ze allebei even kijken. Oké, dit is het eerste exemplaar. Nou ja, zoals je zei, is het inderdaad een soort van music player. En als eerste ziet het er echt heel cool uit. Ik vind het een mooi design. Ik hou wel van het flat design.
Ik vind het ook een cool mock-upje. Ik weet niet of je hem zelf hebt gemaakt, maar het ziet er heel goed uit in ieder geval. Waar ik op zou letten, wat ik meteen zie, is de kleurstelling. Dat dit een andere kleur is als dit. Dus die zou ik dan gelijk maken. Ik weet niet hoe dat is in het tweede exemplaar, maar dan kijk ik dus zo even. Ja, en het is gewoon heel minimalistisch en ik vind het wel heel tof. Misschien zou je nog iets meer informatie kunnen geven. Maar over het algemeen ziet het er goed uit. Het button placement klopt gewoon. En hier ook. Dus het is wel cool om te zien. Ga ik nu even het tweede exemplaar erbij pakken. Oké, dit is dus de tweede versie. En ik zie dat dit dus dat tweede bolletje is. Waar dus het volume is. En deze ziet er ook gewoon heel cool uit. Waar je misschien op kan letten is de uitlijning. Dit staat wel heel dicht op elkaar. Dus dat zou ik misschien iets meer naar het midden zetten. Maar voor de rest ziet het gewoon heel cool uit. Ga vooral zo door en ik ben benieuwd naar je nieuwere versies. Nou, wil je nou nog meer mailtjes zien? Dat kan. Klik even rechtsbovenin, dan ga je naar het blogpost van vandaag. En daar heb ik nog wat meer mailtjes behandeld. Vergeet niet even te abonneren en dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!